Antwerps burgemeester Bart De Wever is het Vlaamse stemmenkanon van deze verkiezingen. Hij behaalde ruim een kwart miljoen voorkeurstemmen op de Kamerlijst. Voor het Vlaams parlement is er nog een partijvoorzitter die er ver bovenuit steekt. Schotenaar Tom van Grieken zag meer dan 153.000 bolletjes rood kleuren achter zijn naam. Een overzicht. Tot aan de sterren, daarmee begon Bart De Wever gisteren zijn overwinningstoespraak. En nu moet hij zelf ook gezien hebben. Want liefst 255.446 mensen gaven de NVA lijsttrekker voor de Kamer een voorkeurstem. Hij staat er ruim aan kop van het peloton, gevolgd door CDNV-minister Annelies Verlinde, Vlaams Belang-lijsttrekker Lode Vreek, Peter Mertens van PVDA en Antwerps vooruitschepen Ginny Beels. Meriem Almaatje van Groen en Liberaal-minister Paul van Tichelt vallen net buiten de top 5. De Vlaamse lijst is er voor Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken, die zich hier stemmenkampioen mag noemen met 153.596 stemmen. Minister-president Jan Jambon van N-VA staat ruim op twee. Dan volgt PvdA-kopstuk Jos Daze, Antwerps N-VA-schepen Annick de Ridder en CD&V-lijsttrekker Katrien Schrijvers uit Soersel. n vas Els van Doesburg en Lisbeth Homans vallen net buiten de Antwerpse top vijf voor Vlaanderen.